Dit is sla, volgens mij, hè, waar we hierbij staan. Ja, dit is sla. Deze planten die zijn geselecteerd. Die hebben op het veld gestaan en worden hier verder opgekweekt. Zodanig dat we hier zaden van krijgen. Dus deze interessante plant, daar willen we graag zaad van hebben. En dat zaad gebruiken we dan weer om weer mee verder te kruisen. Gebeurt dat met een pincetje of hoe moet ik dat dan zien? Dat kan, maar wij doen het met een waterstraal. Oké. Okay. Dus water zorgt ervoor dat stuifmeel uit elkaar knalt. Juist. Ja, maar dat kan alleen maar als je heel veel licht hebt, anders snap ik dat. Deze zwarte dingetjes, dat is het zaad. Dit is slazaad. En met dit zaad kunnen we weer verder kruisen, zodanig dat we een stabiel ras krijgen wat we kunnen leveren naar onze klanten. En dat is dus het veredelen? Dat is het veredelen. Nou, dit is duidelijk het laboratorium. Een heel belangrijk gedeelte volgens mij. Ja, dit is een belangrijk onderdeel in het veredelen van nieuwe rassen. Hier zijn mensen aan het werk om het veredelingsproces verder te ondersteunen en waar mogelijk ook te versnellen. Het ontwikkelen van nieuwe rassen, dat duurt zo'n 8 tot 10 jaar. Dus dat is best wel even een traject. Heel lang? Ja, dat is lang. En gelukkig door middel van laboratoriumtechnieken kunnen we dat traject versnellen. En kunnen we dus sneller onze producten ook op de markt brengen. En al die paaltjes is dus weer een ander zaadje. Ander nummer, ja. Kijk, je kan het hier ook zien. Dit is waarschijnlijk familie. Hè? 20, 32, 31. 32, ja. En hier heb ik 20, 32, 30. Ja. Je kan je voorstellen dat die dus allemaal uit dezelfde ouder komen. Ja. En dan zit er toch weer verschil in. Wij proberen ons te richten op het verbeteren van bestaande rassen. Maar daarnaast richten wij ons ook op echt nieuwe producten, productinnovatie. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld een snackkomkommer of een snoeptomaatje. Dat zijn nieuwe producten die de laatste jaren op de markt zijn gebracht en die dus echt innovatief zijn. Dat is toch wel bijzonder, want ik denk dat veel mensen denken van nou, die komkommer die groeit gewoon ergens en die halen we naar Nederland. Ja. Maar jullie hebben die gewoon gemaakt. Ja, en dat is ook wel de sport. Om telkens ook weer nieuwe producten toe te voegen aan het assortiment. Zijn er nou nog meer bedrijven in de wereld die dit doen? Ja, er zijn meer bedrijven. Belangrijkste bedrijven zijn eigenlijk 10 concurrenten, conculega's zoals wij dat ook wel noemen. En wij zijn in de top 5. Wij besteden bijvoorbeeld zo'n 30% van onze omzet ook aan onderzoek en ontwikkeling. En we weten heel veel. We weten veel over celbiologie en over de genetica van een plant. Maar we weten nog lang niet alles. Onderzoek blijft belangrijk. Ja, je kunt ook door blijven gaan, denk ik. Hè? Ja, de natuur die heeft nog heel veel geheimen voor ons. En daar blijven wij naar op zoek.